Dag, dames en heren. Dit is venster nummer 10 met het gefilmde nieuws van december 2018 op pen.nl met de volgende onderwerpen. Jumbo in Galekop, opening vrijwilligershuis, KRC Rolling kerstshow, verzorgd wonen, Bobby Eden signeersessie en de Red Nose Day op het Anna van Rijn College. We starten met de supermarkt. De MT Supermarkt op winkelcentrum Galekop is de afgelopen weken omgebouwd tot een Jumbo supermarkt. De wijkbewoners zaten die weken zonder supermarkt in hun wijk. Maar vanaf 5 december kunnen zij weer naar hartelust hun boodschappen doen. Filiaalmanager Albert Vrijs is trots op de vernieuwde winkel. We zijn van groen naar Jumbo geel gegaan. Onze supermarkt telt nu bijna 1200 vierkante meter winkelplezier met de vertrouwde medewerkers, het grootste assortiment en de laagste prijs zetten wij ons met het hele winkelteam van Jumbo in om klanten de beste food- en winkelbeleving te bieden. En wie wil er nu geen gratis bloemetje? Kijk maar! In 2015 daagden een aantal vrijwilligers van organisaties de gemeente Nieuwegein uit om vrijwilligers slimmer te ondersteunen. Na gedegen onderzoek ontstond het platform Vrijwillige Inzet Nieuwegein, waar ideeën werden geboren en plannen werden gemaakt. Vrijdagmiddag 7 december werd het Vrijwilligershuis Nieuwegein op City Plaza door wethouder Marieke Schouten onder veel belangstelling geopend. Jeanette Verplanken van het Vrijwilligershuis vertelde dat we met dit huis de vrijwilligers willen faciliteren en ondersteunen met informatie en cursussen, opleidingen en advies. Tja, en zonder vrijwilligers had u dit ook niet kunnen zien. Vandaag de vrijwilligers zouden staken, dan zouden we in Nieuwegein een ongelooflijk groot probleem hebben. Dus hartelijk dank aan het vrijwilligershuis. Ongelooflijk veel dank aan iedereen die hier staat als vrijwilliger. En alle mensen die hier staan die nog niet weten dat ze vrijwilliger zijn. Maar het eigenlijk wel zijn. Heel veel dank. Jeanette, gefeliciteerd. Dankjewel, dankjewel. Een heel mooi winkeltje hier op City Plaza. Ja, het is echt een hele fijne unit. Groot genoeg, lekker klein om sfeervol te zijn. En nu kunnen we eindelijk onze eigen gasten ontvangen. Jullie kunnen je eigen gasten ontvangen. Leg eerst even uit aan de kijkers wat het vrijwilligershuis precies is. Ook al heeft het in kranten en op pen overal gestaan. Het vrijwilligershuis is opgericht om vrijwilligers, dus een vrijwillige inzet. Hè, dan moet je ook denken aan inwonersinitiatieven en organisaties die met vrijwilligers werken, te ondersteunen. En dat betekent dat we een vacaturebank hebben, dat we themadiscussies aangaan over onderwerpen van vrijwilligers. Dat we mensen ondersteunen met workshops. Dat we ze helpen op allerlei manieren. In het weekend van 8 en 9 december, jongsleden, organiseerde KRC Rolling uit Nieuwegein weer haar jaarlijkse spectaculaire kerstshow. Dit jaar alweer voor de 21ste keer. Het thema dit jaar was het Wilde Westen. De show duurt ruim 2 uur en trekt altijd veel publiek. Tijdens deze kerstshow worden ook de sportieve succesnummers gereden, waarmee is deelgenomen aan de Nederlandse kampioenschappen in Almere en de wereldkampioenschappen in Frankrijk. KRC Rolling behaalde dit jaar de eerste plaats op het Nederlandse kampioenschap in 4 van de 5 categorieën en heeft met deze nummers succesvol deelgenomen aan het wereldkampioenschap. Geen scheve schaats gereden. Pet af hoor.
skin and eyes of emerald green. Zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Dat is de wens van veel inwoners van Nieuwegein. Als antwoord op deze wens hebben Zorgspectrum, de gemeente Nieuwegein en de drie woningcorporaties Mitros, Jutphaas Wonen en Portaal samen Verzorgd Wonen ontwikkeld. Meneer Adriani, een heel nieuw project, Verzorgd Wonen. Ja, we zijn hier op het Wenkenbach plantsoen, een van de projecten waar dit in gaat lopen. Verzorgd wonen is eigenlijk een manier waarop we samen met Zorgspectrum en de woningcorporaties zorg en voorzieningen en aangepaste woningen toebrengen naar de complexen waar mensen al wonen die al wat ouder zijn en misschien al binnenkort zorg nodig hebben. En zo helpt het om langer zelfstandig thuis te blijven wonen. Kunt u de drie woningbouwverenigingen opnoemen, welke dat zijn? Ja, we doen dit samen met Jutphaas Wonen, waar we hier in een complex van zijn met Portaal en met Mitros. Wat voor soort mensen verwacht u? Denkt u dat er in aanmerking komen voor verzorgd wonen? En wie regelt dat? Nou, het begin van het project is dus dat we zorg organiseren rondom een complex waar al heel veel mensen wonen, die nu of in de nabije toekomst misschien zorg nodig hebben. Maar nu we dat geregeld hebben, is het ook goed dat mensen die niet de stap naar het verpleeghuis willen maken, maar al wel meer zorg nodig hebben, dat die ook in dit soort complexen kunnen komen wonen. Dat betekent dat we nu hebben afgesproken dat iedereen die een indicatie van het CIZ of van de zorgverzekering heeft voor meer dan 5 uur zorg per week, die krijgt voorrang bij deze woningen. De fans van Bobby Eden stonden 15 december in de rij bij de Bruna op City Plaza. Ze kwamen naar Nieuwegein voor een signeersessie van haar nieuwe en tweede boek Haken at Home. Haken is een van Bobby's favoriete hobby's en geeft aan dat haken het nieuwe naaien is. In het boek Haken at Home legt Bobby Eden haar fans in simpele bewoordingen en tekeningen uit hoe je leuke dingen kunt maken. Zelf is ze namelijk een enthousiast haakster. En op haar haakblog, ukkepukkie.com, toont Bobby haar grappige amigurumis. Ofwel ukkepukkies. Met de duidelijke haakpatronen in dit boek kan iedereen deze schattige amigurumis zelf haken. Of misschien je eigen oorwarmers. Kijk maar wat je doet. Doe je veel van die signeersessies? Ja, ik hou tussen bijna alle winkels. Tenminste, ik kies ze uit. Dus we gaan nu van Arnhem, Nieuwegein en dan hebben we Rotterdam dalen. En vorige keer heb ik met nog gedaan Hengelo en Winterswijk. En hoe is de gemiddelde opkomst? Ja, een beetje mooi. Nou, eigenlijk wel heel druk. Ja? Ja, gelukkig wel. Hartstikke bedankt. Anders zou het niet best zijn, hè? Succes! Nee. Ja, dank u wel. Worden je boeken goed verkocht? Ja, je ziet het, hè? Als broodjes. Wat onderscheidt jouw boek van de andere haakboeken? Ja, kijk, haken blijft haken. Ik ben van het naaien naar het haken gegaan. En ik denk dat echt iedereen kan maken. Het is gewoon een Jip en Janneke taal, dat is het gewoon. Leerlingen en docenten van het Anne van Rijn College aan de Albatros hielden vrijdag 22 december jongsleden hun traditionele Red Nose Day. Tijdens deze actiedag haalt de school geld op voor de Rundu Secondary School in Namibië. Nieuwegein is een partnerstad van Rundu. Op dit jaar staat de dag weer vol van de leuke, gekke en lekkere activiteiten. Nee, ik vind hem prachtig. Vindt u niet? Ja, ik vind hem ook prachtig. Ingrid, kun jij vertellen hoe dit ontstaan is? Dan bedoel ik mee, wat moet er allemaal gebeuren om dit te organiseren? Wie doen het allemaal? Dit begint bij een grote groep docenten en studenten. Dat moet ik er ook heel erg nadrukkelijk bij zeggen. Wij beginnen 2 maanden van tevoren. En dan gaan we nadenken. Wat willen we? Zijn er nieuwe activiteiten die we zouden willen? Wat kunnen we de leerlingen laten doen? Wat kunnen we docenten laten doen? En elke week hebben wij een vergadering hierover. En dan deze week ontploffen we eigenlijk van inspanning, adrenaline, alles komt eruit. En dan zetten wij dit neer. En het is altijd een beetje afwachten, want het zijn natuurlijk ook wel kinderen. En sommige mensen worden ziek. Maar dit staat. Dit is geweldig. En zelfs de jongens laten hun nagels lakken voor het goede doel. Voor geld, zeg maar. Die halen ontzettend veel geld op per rondje dat ze lopen. En ja, we hopen rond die 7500 toch wel weer uit te komen. Dan mag Anne van Rijn hartstikke trots zijn. Ja, dat zijn we ook.
Tot zover deze aflevering van het Decembervenster. Een selectie van de filmverslagen van afgelopen maand. Samengevat in korte fragmenten op pen.nl. Ik wens u een gezellige jaarwisseling toe en een voorspoedig nieuwjaar. Tot eind januari.